In de Nationale Onderwijsgids wordt gemeld dat Deventer zo goed scoort op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, dat de gemeente op een aantal terreinen kan dienen als voorbeeld voor andere gemeenten. Het aanbod op dit gebied is in Deventer zeer gevarieerd, met als resultaat dat er steeds minder kinderen met een achterstand op de basisschool starten. Zo blijkt uit een onderzoek dat in 37 verschillende gemeenten is gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vanwege bezuinigingen heeft Rijkswaterstaat twee geplande verkeerslichten op de opritten naar de A1 geschrapt. Het betreffen zogenaamde toerit-doseerinstallaties. Eén bij de oprit Deventer in de richting van Apeldoorn en de andere bij de oprit Deventer-Oost in dezelfde richting. Rijkswaterstaat meent dat het niet plaatsen van deze verkeerslichten geen invloed zal hebben op de doorstroming op de A1. Eerder werden door Rijkswaterstaat op andere toerritten wel verkeerslichten geplaatst die de doorstroming en veiligheid op deze drukke snelweg hebben verbeterd. Consumentenplatform Wegwijs, een 100% onafhankelijk platform, heeft het Deventer ziekenhuis aangemerkt als gemiddeld beste ziekenhuis in Nederland in 2014. Wegwijs.nl vergelijkt de uitkomsten van de onderzoeken van Elsevier, het Algemeen Dagblad, Independer en Zorgkaart. Opvallend is dat het Deventer ziekenhuis in geen enkele lijst in de top 3 zit. Wegwijs.nl hanteert namelijk een verdeelsleutel, waarbij het ene onderzoek zwaarder meetelt dan het andere. En hierdoor komt het Deventer ziekenhuis op nummer 1. Deventer vormt een duidelijke uitzondering op de andere ziekenhuizen in Overijssel. Het Medisch Spectrum Twente, Reupke Sfeerziekenhuis in Hardenberg en het Isala in Zwolle komen niet verder dan een respectievelijke 51ste, 60ste en 74ste positie. Het kunstwerk van Marieke de Jong, genaamd Transitie, is afgelopen weekend in de Rivierenwijk onthuld. Het kunstwerk wordt door de kunstenaar gezien als een doorgang waarbij de overgang zelf, het van hier naar daar en van nu naar later, het aandachtspunt is. Het kunstwerk zal overeenkomstig met deze visie verplaatst worden door de wijk op de locaties waar herstructureringswerkzaamheden worden gepleegd. Transitie is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de provincie. Het kunst